Ik sta er voor de 200% achter. Ik denk dat dit het allerbeste is voor de toekomst van OC, zijn klanten en zijn medewerkers. En ik denk dat we voor de aandeelhouders een fair price hebben. Rokes van Ypres zegt zelfs trots te zijn op het samengaan van OC met Canon. Het Venlose concern is te klein om zelfstandig te overleven. OC is al een aantal jaren op zoek naar schaalvergroting via allerlei partnerships en zo. Deze stap is natuurlijk fantastisch, want de combinatie OC en Canon hebben de doelstelling om de leider te worden wereldwijd in printing. Er zijn 4 spelers die hebben een omzet van meer dan 20 miljard dollar per jaar. En OC heeft uitgedrukt in dollars een omzet tussen de 4 en de 5 miljard. En uiteindelijk is dat natuurlijk een hele moeilijke discussie. Zoals altijd bij overnames worden beloftes gedaan. De merknaam OC blijft en er vallen nu geen ontslagen. Maar garanties geeft de OC-topman niet. Er is heel duidelijk afgesproken, ook in de contracten, dat OC een zelfstandige divisie is en blijft binnen de Canon-organisatie. Natuurlijk is het zo in een business life dat je je afspraken moet waarmaken en dat je moet zorgen dat je business gezond blijft. Dat is geen enkel verschil met het OC van vroeger. Dus in die zin zie ik daar niet zo'n groot verschil in. In het grote internationale geweld van de printer- en kopieerapparatenmarkt kon OC niet langer zelfstandig overleven. Heel simpel. De grote jongens hebben veel meer geld om te vernieuwen, om andere producten op de markt te brengen. Vandaar dat OC heeft gekozen voor het onderbrengen van het bedrijf bij Canon. Een grote Japanse jongen, qua omzet 10 keer groter dan OC. The strategic dialogue we had with... Natuurlijk maakten de Japanners vandaag foto's met een Canon-toestel. In Europa is het Japanse bedrijf vooral bekend van de camera's. Maar verre het grootste deel van de omzet haalt Canon wereldwijd met kantoorapparaten, zoals printers.